begroeten. Dank u wel, meneer Kloeten. Dan gaan we nu verder met de volgende spreker, de heer Zijlstra. Iedereen was vanochtend blij, want Nederland blijft een AAA-land volgens Standard & Poor's, een van de ratingbureaus. Maar Nederland kent een recordlaag consumentenvertrouwen, een negatieve individuele spaarquote, een razendsnel oplopende werkloosheid, enorm gestegen belastingdruk en een regering die niets bezuinigt op onzinnige uitgaven. En dan moeten de honderden miljarden aan garanties en leningen aan Griekenland, Portugal, Spaanse banken en de ESM ook nog afgeboekt worden, want dat geld komt echt nooit meer terug. En dat alles betekent dus een AAA, de hoogste score. En er is geen woord van kritiek hierop. Er was wel kritiek toen de ratingbureaus Griekenland failliet noemden. Dat mocht niet van Brussel en dit parlement wil nu een eigen ratingbureau oprichten dat positief naar Europa kijkt. Brussel wil op ideologische gronden bepalen wat de rating van een land of van een bank moet zijn. En daarom is dit wetsvoorstel voor de Unie niet meer dan symboolpolitiek. De echte toestand van de Unie, dat willen we hier niet horen. Dank u wel. Gracias, señor Zijlstra. Dank u wel, meneer Zijlstra. Nog niet voor de volgende spreker, mevrouw Beres. Dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris. Ja, opnieuw gaan we kijken nu naar de ratingbureaus. Na 6 maanden heel intensieve discussie met de raad.